Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Zoals je aan de titel hebt kunnen zien, heb ik een IKEA shoplog voor jullie. Ik ben naar de IKEA geweest en normaal gesproken laat ik eigenlijk dit soort producten vaak al in mijn vlog zien. Maar ik dacht, hoe leuk is het om een keer een shoplog hiervan op te nemen. Ik had namelijk wat dingetjes nodig en ik vond het wel leuk om met jullie te delen in een aparte video. Sommige producten zitten nog wel in dozen, dat is natuurlijk bekend bij IKEA. Maar ik zal van de producten plaatjes in beeld neerzetten van hoe het er uiteindelijk uit zal zien. Omdat je aan een doos natuurlijk niet zo heel veel kan afzien. Maar ik zal ook even vertellen waarom ik het heb gekocht en waar ik het voor wil gaan gebruiken. Sommige dingen spreken voor zich, maar sommige dingen hebben even uitleg nodig. Mocht je benieuwd zijn welke spulletjes ik dan zowel bij de IKEA heb gekocht, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik zal de prijzen van de producten boven in beeld neerzetten en daar zullen dus ook de plaatjes verschijnen van de producten die een plaatje nodig hebben. Ik begin even met een heel simpel item en dat is een afwasborstel. Ik heb een roze gekozen. Deze waren nieuw in het assortiment, stond erbij. En ik vond hem vooral heel erg handig omdat hier een schrapertje aan zit. Dus als je dus vieze pannen hebt waar bijvoorbeeld wat vleesresten in achterblijven zitten, kun je hem dus uitschrapen. En dat vond ik wel heel handig. Hij heeft verder gewoon hele basic haar. Het is een wat hardere borstel. Ik zal proberen of ik ook het merk kan uitspreken. Die zie ik hier toevallig niet opstaan. Maar IKEA heeft natuurlijk hele moeilijke namen. Dus ja, dat is altijd een beetje lastig. Maar je had hem in verschillende kleuren. En ik dacht, ja, ik vind roze dan heel erg leuk. Want ik ben gewoon heel erg van het roze. En hij heeft ook aan de achterkant een zuignap. Zodat je hem gewoon aan je muur kan plakken. Ik heb zelf een hangertje momenteel aan mijn muur hangen. Omdat ik eigenlijk meestal afwasborstel heb waar een haakje aan zit. Zodat je hem op kan hangen. Maar deze heeft dus een hele handige zuignap. Dus ja, even een nieuwe basic afwasborstel. Dan heb ik een dienblad gekocht en ik had eigenlijk helemaal geen dienblad, maar ik merkte toch wel als ik een verjaardag heb of als ik meer visite heb, dat ik het lastig vind om heel veel kopjes te sjouwen. Dan moet ik heel vaak lopen, dus ik dacht dan is een dienblad wel handig. Je had verschillende soorten, ik ben eigenlijk voor de basic dienblad gegaan. Ik heb deze ooit ook gehad, maar ja, ik had niet helemaal geen dienblad meer. Je zou hem ook in de vaatwasser kunnen doen. Nou, ik heb het ongeluk dat ik geen vaatwasser heb, dus alles met de hand moet afwassen, vandaar de afwasborstel. Dus ja, ik zou dat niet kunnen doen. Ik weet ook niet of ik ervoor zou kiezen. Maar je kunt hem wel gewoon lekker makkelijk afnemen. Het is gewoon een hele basic doorzichtige. Je had ook nog een kleinere variant. Die vond ik ook wel heel erg mooi. Dat was een grijze. Alleen die vond ik te klein. Daar konden ik twee kopjes op. Ik vind deze gewoon net een iets mooier formaat. Dus ja, eigenlijk gewoon een hele basic dienblad, zeg maar. Dan heb ik twee lopers gekocht. Deze zijn van het merk Marit. Ik weet niet goed hoe je dit uitspreekt, omdat er twee puntjes op de A staan. Ik heb gewoon de grijze genomen. Ik heb al twee van deze lopers. Die heb ik nu op mijn eettafel liggen en op mijn salontafel. Alleen ik merk gewoon als die vies zijn, dan heb ik gewoon dagen eigenlijk geen loper erop liggen. Omdat ik dan eerst moet wachten tot ze gewassen zijn en droog zijn. Dus ik dacht, ik vind het wel fijn om er gewoon twee bij te hebben. Zodat ik eigenlijk gewoon, zodra er even vies is, een nieuwe op kan leggen. Je kunt ze wassen op 40 graden. Ik doe ze het liefst in de handwas als het kan. Ik heb toch het idee dat ze in de was een beetje krimpen. Maar ja, soms kan je niet anders. Moet je ze wel echt wassen. Dus dan doe ik het wel. Maar het liefst doe ik ze op de handwas. Dus eigenlijk gewoon even twee hele basic grijze simpele lopertjes. Die wel heel erg fijn zijn. Ik heb er ook wel meerdere van gehad. Ik heb sinds verleden ook in andere kleuren gehad. En ze bevallen eigenlijk super goed. Dan heb ik een heel lang item. En dit is van het merk Drona. En dit is zo'n bak. Hij staat hier ook op een plaatje. Die je in van die kasten kunt zetten. Ik heb zelf ook van die kasten. Daar heb ik vier grijze in staan. Maar ik vond deze met katten heel erg leuk. En ja, ik dacht misschien op de kapstok. Want ik heb ook een nieuwe kapstok gekocht. Die zal ik zo laten zien. Ja, ik vond hem gewoon heel erg tof omdat er katten op stonden en er kunnen gewoon vrij veel spullen in. Je hebt ook deksels voor deze bakken. Alleen deze zijn van karton en daar heb ik wel naar gekeken. Want ik wilde in eerste instantie graag een deksel erbovenop. Alleen omdat ze van karton waren heb ik het niet gedaan. Je had echt hele nieuwe leuke printen. Je had dus deze met katten. Ik heb er ook een gezien bijvoorbeeld met een soort spijkerstof. Die vond ik er ook heel tof uitzien. Maar omdat ik toch heel erg van katten hou, ben ik voor deze kattenbak gegaan. Ik had deze al gezien met Nathalie. Toen dacht ik, oh, die vind ik echt super leuk. Die wil ik ook heel graag hebben. Dus dat is deze bak. Dan heb ik een archiefdoos gekocht van het merk Chienna. En ik had een nieuwe archiefdoos nodig, want eerder kocht ik deze archiefdoos bij de Action.
Nou, ik heb er in totaal 1 kunnen scoren, want ze zijn toen op een gegeven moment in de aanbieding geweest en ineens had Action ze niet meer. Ze hebben ze nooit meer gekregen. Dus ik moest op zoek naar een ander oplossingje. En toen dacht ik, hey, misschien heeft IKEA ze. Ik had al gevraagd of Natri een tijdje geleden wilde kijken. Die kon ze toen niet vinden, maar die kon ze dus. Toen zag ik dus nu op de website dat ze ze gewoon hadden. Je had deze in het wit en in het zwart. Ik ben voor zwart gegaan. Ik moet wel zeggen, dit is vrij basic. Je kunt het natuurlijk zelf oppimpen door bijvoorbeeld leuke stickertjes erop te plakken of zo. Ik zou dit persoonlijk niet doen. Ik wil deze gaan gebruiken om mijn washi tape in te steken. Voor in boven, voor in mijn bak komen die zeg boven in mijn nieuwe in mijn nieuwe knutselhoek komt deze. Dus dat vond ik wel heel erg fijn. Het was wel even een zoektocht, want ik had op de website gezien dat ze op voorraad waren en toen kon ik ze niet vinden, want het bak met de zwarte was leeg en je had alleen heel veel witte en die wilde echt een zwarte. En toen had ik het gevraagd aan de medewerker en die zag ze in een schap daarnaast nog liggen. Dus daar ben ik ook wel heel blij mee. Je moet hem dus wel zelf in elkaar zitten. Ik weet niet of hij even stevig is als van de Action, maar dat gaan we gewoon ondervinden. En ja, hij blijft toch gewoon staan. Ik hoef er alleen mijn washi-tape in te stoppen en hem tevoorschijn te halen zodra ik washi-tape wil gebruiken. Dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Dan heb ik een plankje gekocht. Deze is van het merk Moslanda. En dit is eigenlijk een fotoplankje. Alleen ik gebruik deze plankjes altijd voor mijn luchtjes. Voor mijn parfumgeurtjes. En deze was vrij breed. Je had hem ook nog in 1,15 meter. Deze is 55 centimeter. En ik dacht, ja, 1,15 meter vind ik wel heel erg groot. Ze zijn ook wat breder. Dus je kunt ook wat luchtjes achter elkaar neerzetten als het moet. En er zit ook een uitsparing in. Omdat die eigenlijk bedoeld is om je fotolijstjes in te zetten. Nou, daar ga ik hem dus niet voor gebruiken. Ik ga hem zelf nog leuk oppimpen door hier een tekst op te plakken. Vind ik heel erg leuk. Dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Want ik had er een tijdje geleden eentje gekocht bij de Quantum. Maar die vond ik toch wel erg klein. Deze is dan net wat breder. Je kunt hem gewoon heel makkelijk zelf ophangen. Omdat hier ook wel uitsparingen in zitten. Dus je hoeft het uit te tekenen. En daar hang je de. Daar moet je even de gaatjes voor boren. En dan kun je hem gewoon ophangen. Je had deze in het wit. En ook nog in een soort houtkleur. Maar ik ben voor zwart gekozen omdat al mijn plakjes zwart zijn. Nou, dan heb ik hier dus een doos. En hier zit dus de kapstok in. Deze is van het merk Chusik. En ik heb voor een zwarte kapstok gekozen. Op het plaatje kun je zien hoe die eruit ziet. En daar wil ik dus deze bak met die katten op gaan zetten. Ik heb nu een kapstok die eigenlijk niet heel erg praktisch is. Ik heb deze kapstok in het verleden ook gehad. Ik had hem niet meer en ik had altijd wel zoiets van, nou, ooit zou ik hem wel heel graag weer terug willen. En omdat ik nog steeds een beetje bezig ben met mijn huis een beetje, ja, toch op te pimpen, dacht ik, nou, nu vind ik het tijd om een nieuwe kapstok te kopen. Je had deze ook in het wit, maar ik ben dus, zoals ik al zei, voor een zwarte gegaan. En ik ben wel heel erg benieuwd hoe deze gaat staan in mijn gang. Dus dat is deze kapstok. Ben ik wel heel erg blij mee. En dan kan ik bovenop, vind ik het bijvoorbeeld heel erg handig, dat ik mijn tassen bijvoorbeeld op kan zetten. Maar ook een bak met mijn sjaals, mijn wanten. En dan nog een klein bakje ernaast met de opvouwbare tasjes. Want die zweven nu ook overal rond. En dat vind ik gewoon heel onhandig. Dan vind ik het gewoon handig dat een kapstok ook zo'n bovending heeft. Volgens mij zou je er ook schoenen op kunnen zetten. Zou je dit willen. Maar ja, ik ga er zelf niet voor kiezen. Want ik heb een heel mooi schoenencarousel boven. Dus ik heb hem gewoon echt voor die bovenkant had ik al voor andere doeleinden in gedachten. Dan ben ik ook al gelijk toe aan het laatste item. En dat is een nieuwe prullenbak. En deze is van Gigantisk. En er staat een plaatje op. Het is zo'n prullenbak. Het plaatje zie je ook in beeld natuurlijk. Hij is super groot. De doos is super groot. Ik kwam deze bij toeval tegen. Als je mijn vlogs volgt, weet je dat ik al een tijdje op zoek was naar een andere prullenbak. Maar ik vond de prijzen nog niet zo heel erg geweldig. Dus ik dacht, nou weet je, het komt wel. Nu was ik bij IKEA en toen kwam ik deze toevallig tegen. Deze heeft op de bovenkant een drukknop. Ik hou er eigenlijk niet zo van om prullenbakken aan te raken. En mijn prullenbak was echt naar een vervanging toe. Want hij is echt heel erg vies. Ik kreeg hem ook niet meer schoon. Dus ik dacht, die moet er echt uit. Dus dan heb ik deze gekocht. Mooi prijsje en hij is van plastic. Dus je kunt hem gewoon lekker ook afnemen door er een doekje overheen te halen. En in de deksel kun je ook nog een soort verfrisser plakken, wat ik altijd wel fijn vind. En er kan een 60 liter zak in. Dat vind ik wel heel fijn, want de prullenbak die ik nu heb, daar zit eigenlijk een heel klein zit zeg maar een uitneembare bak in. Maar die is eigenlijk zo smal dat je er eigenlijk niet echt lekker
vuilnis in kan doen. Want als je bijvoorbeeld vleesbakjes of zo hebt, dan zit hij al heel snel vol. Je krijgt hem er bijna niet uit, omdat er een hengsel aan zit. En dat hengsel zit een beetje in de weg. Dus ik ben wel heel erg blij dat ik deze prullenbak tegenkwam. Deze stond overigens niet op mijn lijstje, maar ja, ik kwam hem tegen. En toen dacht ik, ja, voor die prijs vind ik eigenlijk prima voor een prullenbak. Dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Dan waren dit alle items die ik dit keer kocht bij IKEA. Ik ga niet zo heel vaak naar IKEA, dus meestal als ik ga, dan heb ik ook wel een lijstje. Ik moet zeggen, ik ben nog een paar dingen niet tegengekomen. Ik was ook op zoek naar boekensteunen, maar degene die ik had gezien, die kwam ik niet tegen. En toen was ik al beneden, toen zag ik, oh, ze hadden daar gelegen, maar ik heb ze gewoon echt niet gezien. De enige die ik tegenkwam, die waren wat breder en die, ja, die gingen gewoon niet echt goed passen bij wat ik wilde. Want ik wilde eigenlijk boekensteunen voor bovenop bij mijn knutselhoek, want daar heb ik wat knutselboeken staan om die netjes bij elkaar te houden. Dus dat is nog een keer om een reden om terug te gaan, om daarvoor te gaan. Voor de rest ben ik wel heel erg blij met mijn aankoopjes. Dus ik ben ook blij dat ik dit lekker kan gaan gebruiken en in elkaar kan gaan zetten. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij het leukste item vond wat ik heb gekocht. Gaan jullie eigenlijk vaak naar IKEA? Ik ga bijvoorbeeld niet vaak. Dit was echt wel weer, nou ik denk wel weer een half jaar geleden dat ik was geweest. En dan is het altijd wel leuk om daar even te snuffelen. Ja, wat eigenlijk niet op mijn lijstje stond, was dus die prullenbak en de afwasborstel. Maar de rest stond eigenlijk allemaal wel op mijn lijstje. En dan een paar dingen die ik niet was tegengekomen. Mocht je nou benieuwd zijn hoe de producten eruit gaan zien in mijn huis, dat zul je in mijn vlogs gaan zien. Dan kun je zien hoe het staat en ja, hoe het allemaal een beetje opknapt. Dus dat laat ik daarin zien. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Dit was mijn allereerste IKEA shoplog, zoals ik al vertelde. Ik weet niet of mensen dit heel erg leuk vinden om te zien, maar ik vond het wel leuk om een keer op te nemen. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Dat kan even door op het rondje met mijn gezicht te drukken, maar ook op mijn kanaal zelf. En dan kun je dus ook eventjes op het belletje drukken. En dan krijg je melding zodra er een nieuwe video online komt. Voor nu wil ik je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij de volgende video weer te zien. Doeg!